Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Blade 20, druk weer een nieuwe aflevering van Let's Play Mega Man 5. Laten we een beetje enthousiaster gaan doen over dit spel. In de vorige aflevering hebben we de laatste vier robotbazen die geweldig zijn. En dan gaan we dus naar Protonmans Kasteel, dat heel erg een aftreksel is. Maar nee, wat er geweldig uitziet. Echt, het lijkt bijna perfect een kopie van Dr. Wily's kasteel gebeuren. En de muziek is zo geweldig. Ik blijf het gewoon proberen. Kitty, nee. Zie je hoeveel damage dat de kitty doet? Stoute kitty. Dankjewel. Ik ga levens nodig hebben. Dus, in deze aflevering proberen we gewoon heel Proto Man kasteels te halen. Vergeet niet, het is een NES game, dus het moet gewoon te doen zijn. Niet schieten, hè. Stoute kitty. Stout. Vergeet niet de hele tijd dat hier de kitties ook zitten. Vanaf dit punt, als je dus zeg maar wapenenergie gebruikt, is het dus niet automatisch hervuld in... Juist. Is het dus niet automatisch hervuld zoals dat we dus zeg maar gewend zijn bij de andere stages. Hier moet je er dus een beetje zeg maar survival mode doen. Auw. Met de... Dit gaat pijn doen. Nee. Nee. Ik heb nog maar één pixel over. Oh boy. Val naar beneden. Oeh. Oh, nee. Wat ik zo gigantisch nadeel vind in dit level is... Elke keer als je dus zeg maar je power blast hebt opgepompt... Dat je dan dus zeg maar non-stop eigenlijk je... Ja, elke keer als je geraakt wordt dat je weer opnieuw moet chargen. Dat is best wel eigenlijk vervelend. Hadden ze niet hoeven te doen van mij. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dat je hem gewoon aanlaat, zou best fijn zijn. Weet je wat, ik moet er eigenlijk helemaal... Ik wil daar naar boven toe. Ik wil er gewoon naar boven toe. Ik wil die dingen hebben. Boing, boing. Oké, en dan eventjes de super arrow eventjes hervullen. Wee. Ik speel dit op de Wii U. Even is trouwens nog een leuk ding over de M-tank. Als je de M-tank zeg maar gebruikt, terwijl dat alles echt vol zit, dan bedoel ik dus ook echt alles, zowel je wapenenergie als je levensenergie. Dan elke vijand die je dus zeg maar ziet op een, we hebben dus een. Skills for the win. Nee, maar als je dus zeg maar dat dan, als je dan een M-tank, dan alle vijanden die dus zeg maar in beeld zouden staan. Die veranderen automatisch in one-ups. Dus ben je eventjes kort in levens? Dan is zo'n M-tank, die kan dan best wel handig zijn. En oh mijn god, dat zijn een heleboel bommen die naar beneden vallen. Ik ben ook een beetje te veel naar een speedrunner, denk ik. Nee hoor, dat is nergens voor nodig. Dit spel, het is zo geweldig. Probeer enthousiast te doen. Dus... Ja. Oh, ben ik er ook weer. Afstand. Jongen, stik die lasers in je neus, die je niet hebt. Ik weet ook niet waarom ik een enkel van neus ben, maar dat maakt niet uit. Maar ja, we hadden dus net zeg maar die ene paal en dit zijn zeker invisible blocks. Ja hoor. Oké, even het patroon zoeken. Oké, zo. Oké, ik denk dat ik hem wel heb. Kom op. Net op tijd. Oké. Nee. Hoe? Oké, wat ik zie makkelijker. Maar hoe? Oh, wacht, als hij dan zeg maar... Deze... Oké, nou, makkelijker kan niet. Oké, ik wil die help eigenlijk hebben. En aangezien dat ik hier toch Rush Coil ga gebruiken een paar keer, denk ik dat het net zo makkelijk is om hem dan toch... Doe het, wees niet zo irritant. Doe het, ga eens dood. Dank je. Oké. Wee. Jij kan mij niet raken. Daar ben ik te pro voor. Waarom zijn die beesten zo irritant? Die beesten zijn helemaal niet irritant. Die beesten zijn... jongens, ik probeer het maar. Echt serieus. Ik probeer hier enthousiast te wezen, maar echt... Mega Man 5 is echt een van mijn minst favoriete Mega Man games die er is. Het spijt me. Ik kan er niks aan doen.
Goed, wat we hier dus hebben is, we hebben hier dus zeg maar de miniboss. Yay. Of ja, de miniboss, de boss zeg maar van stage 1. En elke boss die we tegenkomen is eigenlijk een wandelende tank. Wat je moet doen is, je moet eigenlijk gewoon non-stop hun schieten. En hun schieten jou op het moment dat jij hun probeert te schieten. En elke keer als je ze raakt, dan gaan ze sneller lopen. Zoals je dat nu dus eigenlijk heel goed ziet. En weer word ik weer geraakt op het moment dat ik hun eigenlijk probeer te raken. Daar. Ah, kom op. Oh, kom op. Daar. Ik weet dat er zijn sommige wapens die dus zeg maar sterk tegen hun zijn. Volgens mij was er eentje die was heel erg sterk. Was super arrow in één keer heel erg sterk tegen of zo. Weet ik niet precies wat. Maar het zijn elke keer zeg maar van die tanks waarvan je zegt van... Yay. Volgende stage, please. Weet je wel, ik zet de timer gewoon uit. We gaan gewoon deze... Ah, yeah. We gaan gewoon echt met deze doen zonder timer. Zoals ik al zei, deze part. Ik weet niet hoe lang dat deze part gaat duren. Maar we gaan gewoon heel protomans stage doen. Zonder timer. In deze part. En natuurlijk word ik dit geraakt in de eerste seconde. Leuk. Joy. Wait a tick. Hier zit een secret to everybody. I'm definitely sure of that. Ik praat Engels omdat het kan. Kom hier. Yay. Auw. Oké, okay, nou, waar zat hij dan hier? Ah, daar zit hij. Oké. Rush coil. Ik bedoel, gratis refill van alles. Waarom ook niet? Ik bedoel, dan moet je eigenlijk niet klagen als je zoiets hebt. Dus... Nou, en qua evenementen moet ik wel eventjes... dan vind ik het altijd wel leuk om eventjes te weten dat het qua evenementen zit. Sowieso, First Look, die is pas in oktober. Ik ben bij First Look aanwezig bij de dagen... aankomende zaterdag, dan is het de verjaardag zeg maar, van onze grote vriend Gregory Luigi. Ja, hij is dan niet jarig, hij is 1 augustus is hij jarig geweest, maar dan viert hij het zeg maar. En dan gaan we daar een gezellig dagje feest hebben en dan alles. Dus Toet! Hij is weer terug! De Toet! De enigste leuke van dit spel, de Toet! De Toet is terug! Yay! Toet! Nou, verpest mijn lol maar weer. Ik denk echt... Dodging skills voor de win. Toet! Toet raakte mij. Nee, maar ik dacht, misschien is dat toch wel eventjes leuk om te melden. En volgens mij wou je niet rechts naar beneden vallen, omdat het gewoon een spiky death is. En dit daarentegen is weer echt typisch weer het platforming wat we dus zeg maar kennen van... onze Mega Man games. Tot als je hier geraakt zou worden door iets dat je dus zeg maar gelijk op een instant death terechtkomt, waar je geen zin in hebt. Al moet ik zeggen dat ik het best wel goed doe zonder daar te falen. Al hoopten jullie natuurlijk dat ik daar faalde. Ja, Kamehameha! Heel erg leuk. Hier, wat dacht je hiervan? Skills! Zo. Ik skills hebben in Mega Man 5. Hoe is het mogelijk? Zo, dat duurde lang. Moet je daar zo lang op oefenen om kristaltjes te kunnen schieten. Oké, nou, ik denk niet dat ik dat ding daarboven nodig heb. Dus ik ga gewoon jou negeren. En weer een leven, heerlijk. Juist. Auw. Inie, mini, mini, mo. Catch the tiger bij de toe. Inie, mini. Let it go. Let it go. En ik word hier bijna geraakt. Ga toch weg. Ik wil die e-tank. En dan draai ik weer snel even door. Ja, als je daar dus zeg maar onderdoor blijft sliden, dan zou je dus een instant death krijgen. Omdat spikes worden niet gezien als muren, waardoor dat je blijft sliden. Dus kijk daar vooruit. Heel erg belangrijk om dat natuurlijk te weten. Ik val je gewoon even de zon naar beneden. Ik kan jou niet halen. Dus ploem. Ze moeten me hebben op Facebook. Maar ik ben aan het opnemen, dus ik heb geen tijd voor Facebook. Oké. Okay. Ik weet het, ik gebruik heel erg weinig de power-ups en de wapens die ik hier heb gekregen. En ik heb mensen gezien, die zijn echt pro met de wapens. En die laten het dan echt zien dat je die wapens goed kan gebruiken. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik hou niet van de wapens. Wil jij zo vriendelijk zijn om die kauwgomballen niet tegen mij aan te schieten? Ik heb een image hoog te houden. Hoi. Oh, kom op. Hoi. Hoi. Zo, hoi. Oké, nou. Hoe lang gaat deze stage nog door? Oh, hier hebben we weer zo'n little kitty no-no. Oké, spring hier overheen. Sla de kitty neer.
Negeer gewoon die rode blokken, dat is gewoon eigenlijk het... Dankjewel! Kitty! We zijn er. Goed. Nou, net hebben we dus zeg maar een tank gehad die alleen maar schoot. En nu hebben we dus zeg maar een soort van robotgeval dingetje. En die heeft dus zeg maar deze dingen. En wat doet hij met die dingen? Op en neer lopen. Serieus. Hij loopt op en neer. Met een schild. Dat is alles. En op het moment dat de schild dus zeg maar in het midden staat van dat karakter zelf. Dan wil je hem raken. Dat is alles. Dat is zijn zwakte. Deze baas doet niks anders als op en neer lopen. Sneu. Ik weet het, ik mouw veel. Ik weet het, sorry. Dat was het. Hij loopt op en neer. Wauw. Oké, nou, volgende level graag. Maak je geen zorgen, dit is echt gewoon eventjes zo'n down momentje. Ik weet, ik hoop dat het een beetje entertainend is. Maar ik was al bang voor deze Mega Man. Daarom is deze Mega Man zo lang uitgesteld. Omdat het echt een van mijn minst favoriete... Is er geen item waardoor dat ik jou misschien in één hit kan raken of zo? Werkt dat echt in één hit? Ik ga gewoon deze vorm gebruiken. Nee, ook al niet. Dank je. Nee. Oké. Misschien Star Crash dan? Ploef. Nee. Hoort niet. Die heeft wel heel erg veel nodig. Crystal Eye dan. Poef. Ja, ik had hem al verzwakt, dus echt. Positief denk ik er niet over, laat ik het zo zeggen. Die helpt. Ik ken hem. Never mind. Ik heb hem nog niet eens nodig. Oké, kan ik misschien als ik hem zo schiet, hè? Nee, veel te laat. Hallo. Dank je. Dat daar niet geraakt werd, zeg. Wow. Ik zat echt helemaal gewoon... in de middle of... Enemyville en ik werd gewoon niet geraakt. Sorry, ik vind een prestatie. Ik vond het knap. Ik weet het, hate is gonna hate, bla bla bla, maar ik vond het knap. Het is in ieder geval niet zo moeilijk als Mega Man 9. Maar Mega Man 9, dat is een van mijn favoriete Mega Man's weer. Vraag me niet waarom. Zit hier zo'n Capcom FU? Hi. Ik ben zo bang als ik die hole zie, dat daar gewoon zo'n FU in gaat zitten van... Ja, tot daar gewoon zo'n vijand in één keer aan gaat komen van... ik sla je van je plateau. Ik weet zeker dat die hier ergens gaan komen. Nee? Echt niet? Kom op. Echt niet. Blijf ik safe? Is het secret? Is het safe? Oké, nou. Jij bent er ondersteboven van. Heel erg leuk. Ik gebruik wel de super arrow, waarom niet? Bloep. Oh, volgens mij is dit het plekje waar ik eigenlijk heel erg vaak zo... Yep. Nee. Gewoon hoog vliegen. Mijn energie die is nou zo op. Oh, ik vind het zo gaaf om dat zo te kunnen doen. Serieus, Rustjet is de mainstream. Dat is wat jij kan. Ja, dag. Geen zin in jou. Nog meer van die mensen? Hey! Oh, bummer. Skills! Oké, sorry, ik vond die mooi. Ik weet het. Oh ja, ik heb jullie trouwens Power Stone nog niet laten zien. Dit is Power Stone. Ja, zagen jullie het? Nog een keer? Dat is de manier waarop dat je het wil gebruiken. Een andere manier is er gewoon simpelweg niet. Hoi. Au. Doei. Dag. Je niet schrijven, stuur een kaartje als je boven bent. Oké, ik moet eigenlijk wel die super arrow weer een beetje vullen. Dat is wel zo makkelijk, want zeker bij dit. Ik heb een idee. Eventjes hier. Volg de keizer eventjes. Een drop.
Oké, nog een keer proberen. Drop de guy is van. Nee, ook al niet. Ah, weet je wat? Ik ben wel heel eventjes druk wanneer dat ik echt maar eventjes een energy refill krijg. Oké, blijkbaar moet ik het hiermee doen. Ik vind het best. Twee pijltjes. En ik faal. Yay, voor faal! Sure! Oh. Goed, dan doen we het maar op de manier waarop dat het bedoeld is dit te halen. Waarom ook niet? Oh, maakt niet uit. Als je wil uitslopen, dan zul je toch altijd zien dat het fout gaat. Waarom ook niet? Ik doe eigenlijk een beetje denken aan Super Mario World. Misschien ook een keer leuk om die te let's play ofzo. Ik bedoel, Super Mario World is niet een van mijn meest bekende games die ik heb gedaan. Maar op zich is het zeker een hele goeie, dus... Ja... Maar goed, hier, als het goed is, krijgen we nou de derde al. Ja. En deze, die was... Hoi. Ja, als je dus zeg maar geraakt wordt door die speciale straal van hem, dan ben je dus bevroren. Wat niet leuk is. Wat je daartegen zou kunnen doen, is zoiets. Dan ben je onsterfelijk, zolang als dat je bevroren bent. En op zich is dat wel grappig om zo te blijven staan. Ik bedoel, ik kan niet geraakt worden. Haha. Het is jammer dat het niet zijn zwakte is. Maar eigenlijk vind ik dat dit zijn beste zwakte wel had mogen zijn. Ik bedoel, op het moment als hij zoiets doet, dan kan hij... Hij kan jou dan niet raken. Hij kan jou niet raken en jij raakt hem non-stop. Dus daarom vind ik het jammer. Dat ze er niet voor besloten hebben, zeg maar, om dit dan zijn zwakte te maken. Ik vind het echt gaaf om Bronto te gebruiken. Het enige nadeel is dat als je dan, zeg maar, niet goed uitkijkt, dat je dan, zeg maar, helaas... Ja, door hem geraakt wordt. Of door zijn kogels, of niet. Ik ga gewoon hier even een E-tank voor gebruiken. Ik bedoel, ik heb zoveel E-tanks. En ik wil hem gewoon zo eigenlijk verslaan. Ik wil hem zo verslaan. Ik ga hem gewoon met die met deze tactiek ga ik hem gewoon verslaan. Eindeloze slide, mister. Wat doe je er tegen? Ik weet niet, ik vind het grappig. Dan zul je natuurlijk zien tot het na een... Nee, oké, mijn E-tank is niet... wat? Wel goed blijven doen, hè? Oké. Doe je bevriesaanval. Nee, doe je bevriesaanval. Doe je bevriesaanval. Doe je bevriesaanval. Ah, ik was te vroeg. Nou ja, beter te vroeg dan te laat. Nou, zover dat ik weet is er nou nog maar één leveltje. Dus die gaan we gewoon nog in deze aflevering doen. Dus, waarom ook niet? Klopt toch? Eén leveltje nog? Yep, nou, het Face of Proton Man. Nou, Proton Man. En dit vind ik dan weer wel mooi gemaakt. Wat hier dus zeg maar leuk is, is... als je dus zeg maar een blokje breekt... Dan stort alles in. En dat vind ik echt mooi gemaakt. Dus dat wil dus zeggen dat als ik hier ga staan... Kaboef! Ah, daar kun je wel wat leuks mee. Even kijken hoor. 1. 2. Nog eentje. Ik ga gewoon hier eventjes proberen om iets grappigs mee te doen. Dus laten we dit proberen. Nee. Natuurlijk een keer Rush Coil moet gebruiken, hè? Nee. Ik ga gewoon dan. Ik weet dat dit te doen is. Wat doe ik hier tegen? Weet je wat helemaal grappig is? Zo. Dan Kom op. Kom op, ik weet dat dit te doen is. Ik weet dat je dit... Kan ik nou helemaal niks meer voor elkaar krijgen vandaag? Ik moet hier gewoon zo zijwaarts springen. Kom op. Ja, normaal gesproken gebruik ik hier super erg voor. Maar dat maakt niet uit. Floep, dat was alles. Dit was de stage. Hey, Protoman. Yo, dude. Nee! Zo, dat deed best wel veel schade.
En dan horen we een ander geluid. En twee protomannen. Hij wil shoot, shoot, shoot. Ha, you missed. En ik schiet jou. En dan zien we dus zeg maar dat het een neppert is. En dat is de eerste keer en de enige keer waarschijnlijk dat je dus een L-tank ziet. En een L-tank is eigenlijk bijna precies hetzelfde als een E-tank. Als ik me niet vergis, is zijn zwakte... Wow. Nee, niet de zwakte. Volgens mij was zijn zwakte beat. We zullen het zien. Dus dat wil zeggen, het enige wat je hoeft te doen... is non-stop hem ontwijken. En daar ben ik slecht in. Ja, zijn zwakte is beat. Dus heb je beat dus zeg maar verzameld. Die wil je dan gewoon gebruiken bij deze baas. Oké, nou... heel veel slowdown. Oké, ik doe het niet verkeerd. No. Oké. Gaat goed. Al hoef ik niks te doen. In jouw gezicht. Dus we hebben dus gezien... Protoman was dus niet verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd is. Protoman is dus gewoon eigenlijk neergezet als de slechterik, terwijl dat hij helemaal de slechterik niet was. You've done well, Mega Man. I never expected you to defeat my powerful Darkman robot. Ik wacht wel heel eventjes tot de tekst er is. Until now I have managed to free Protoman from the beginning. Nee? From my crimes. Oké, weet ik veel. But now the real Protoman has appeared. And spoiled my plan. De tekst mag echt wel snel gaan, hoor. Wij wachten eventjes nog. Dr. Life is kept in my lab. Come if you dare. Ik bedoel, het is een mad scientist, die klinken zo, weet ik veel. Probeer het ook maar gewoon. Dus. En natuurlijk hebben we weer de Dr. Wily eyebrows. Eyebrows, 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 eyebrows. Hij doet dat in elke Mega Man. Hij doet dat in elke game. Elke Mega Man game. Dus in de volgende aflevering gaan we naar Dr. Wily's castle. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter voor de moeite als je daar tijd voor hebt. Echt serieus. Ik doe mijn best hier. Ik weet het. Ik vind het echt een van mijn ergste projecten ooit. Maar ik doe het voor jullie entertainment. Dus in de volgende aflevering gaan we dus door met Dr. Wily's Castle op jullie dan te zien. En bedankt voor het kijken. En tot dan. E-Tank! Doei!